Intussen tijd hebben wij de topper van FDF. De beste strijdvrouw van heel Nederland, Sita van Kuijpema. Harder! Harder! Nou, dank jullie allemaal wel. Dit wordt trouwens een vreselijke deceptie. Waardoor al die grappenmakerij van de laatste paar dagen kwamen wij allemaal aan het schrijven van speeches niet meer toe. Maar ik was al onderweg met iets wat mij de laatste tijd is opgevallen. Wij voeren actie en dat doen we op de manier zoals we gezien willen worden. En er is geen overheid die in feite het recht op demonstreren mag bepalen hoe je dat doet. Het recht op demonstreren geeft juist heel veel meer ruimte dan de wet doet. Behalve het kabinet Rutte 3. En dat is doelbewust. Want ik zie de laatste tijd in de kranten, in de media, maar vooral ook in de Tweede Kamer een sfeer ontstaan waardoor blijkbaar heel Nederland zijn steun aan de landbouwsector op moet zeggen. Want als je een boer oké vindt, dan ben je blijkbaar zelf niet helemaal oké. Wat we zo langzamerhand in Nederland hebben is een cultuur van deugmutsen die de rest iets op willen leggen. En vroeger noemden we dat communisme. Wat er momenteel plaatsvindt is in feite demonisering, want dat is het doelbewust negatief afbeelden van een zaak of persoon. Met als doel de mening van anderen over het onderwerp te beïnvloeden. Demoniseren is een vorm van propaganda. Vanuit de Tweede Kamer hoor ik over dreigboeren, terreurboeren, extremisten, activisten, militant. Sinds de FDF-boeren proberen hun eigen toko te bewaken, hun rechten te bewaken, is dat wat wij vanuit het kabinet en de Tweede Kamer te vaak horen. Door het kabinetsbeleid van Rutte 3 worden we gedecimeerd. Worden onze grond en onze rechten afgenomen met haastig in elkaar gedraaide spoedwetjes die onze rechten, onze vergunningen in feite waardeloos maken. En daar gaan wij niet mee akkoord en daarom demonstreren wij. Maar er is geen sprake van dreiging, terreur of geweld. Want dreiging, volgens de dikke Vandalen, is het iemand anders bedreigen met leed of geweld. En dat doen wij niet. Wij proberen in Nederland onze zaak voor het voetlicht te brengen. Maar al die deugmutsen die denken er anders over. En terwijl de dierenextremisten die inbreken in stallen, brandstichten en mensen daadwerkelijk bedreigen, in de media, maar ook door het kabinet worden afgeschreven of afgebeeld als vredelievende dierenbeschermers, mogen wij onze dieren blijkbaar niet beschermen via ons demonstratierecht. Wij zijn nergens in gebroken. We hebben niemands huis in brand gestoken. Wij vernielen andermans goederen niet. Wij dreigen niet met geweld en ook hier hebben wij ons weer aan de wet gehouden. Wij mochten niet met trekkers komen, wij zijn niet met trekkers gekomen en wij houden ook nog afstand zoals dat van ons wordt gevraagd. En wij zijn de dreigboeren, wij zijn het terreur. Wat is er in Nederland in godesnaam aan de hand dat ook de media daarin trapt? Bekijk eens de brieven die wij vanuit Den Haag krijgen of van RVO. Wij worden bedreigd. Wij worden bedreigd met boetes, met inhoudingen, met absurde, idiote voorstellen. Het afnemen van het recht om boer te zijn. En inderdaad, dat is geen dreigement van deze overheid. Dat is onze inktzwarte realiteit. Deze overheid, dit kabinet, die doet er alles aan om ons monddood te maken, ons zwart te maken. Jarenlang zijn we oversteld met wetten, met regelingen, met opgelegde plafonds en beperkingen, boetes en kortingen. Jarenlang is het overheid gelukt om ons te demotiveren en ons op het erf te houden, maar die tijd is voorbij. Het is genoeg geweest. En hadden we het eerst nog over natuur? Want dan moest de burger in stinken, het was voor de natuur. Waarbij ze het hebben over plantjes en beestjes die ze nog nooit hebben gezien. En die ze ook nooit zullen herkennen.
Dus wie vertelt mij wat er bij mij in de bodem zit? Ik heb bij mij nog nooit iemand in het land zien komen met een schop om eens te kijken wat er in het land zit. Men weet van niks, maar we papegaaien elkaar graag na. Nou, dat is ook natuur, een papegaai. Maar voor de huizen, voor de industriegebieden, voor de datacentra, daar moet onze grond voor gebruikt worden. Er is wereldwijd maar één ding wat eindig is. Er is maar één ding wat verdwijnt. En dat is vruchtbare, bebouwbare grond. Grond waarop je eten kan maken. En we hebben nog een zekerheid op deze wereld. En dat is dat er iedere dag meer mensen bijkomen. Dus we hebben die hectares nodig. En wat wil Rutte 3 met onze hectares? Huizen, datacentra, industriegebieden, zonneparken. Het houdt niet op, ze gieten alles in de beton. Maar wij, de boeren, wij zijn het probleem. Politici hebben geen boodschap aan de realiteit. Geen boodschap aan wat wij produceren. Zonnevelden, boven graan, boven melk, vlees en groenten. In Nederland is het politiek inmiddels belangrijker dat het lichtje in de koelkast brandt dan dat er daadwerkelijk nog wat in staat. Visie. Visie is het K-woord in dit kabinet Rutte. Het zit er niet in, het zit er niet op en het komt er ook nooit uit. Met de wet in de hand wil men ons van ons land verdrijven. En wij gaan ons daar tegen verzetten. Wij hebben een minister en met alle respect, die blinkt uit in leugens. Zo zegt ze momenteel dat de sector in overleg is over het voerspoor voor 2020. Dat is absoluut niet het geval. Een aantal organisaties hebben gepraat met de minister over het voerspoor voor 2021. En die kappen daar nu mee. Want als de minister zegt van ja, maar ik praat met de sector, dan kan er dus een kort geding niet doorgaan. Deze minister probeert iedereen een rat voor ogen te draaien en dat moet afgelopen zijn. Genoeg is genoeg, ja. Wij zijn de voedselproducenten van Nederland en wij zijn trots op ons beroep. Wij zijn trots op onze dieren en die laten wij door niemand meer ziek maken. En ik herinner u graag aan het IBR-drama waar wij jarenlang slijterziekte van hebben gehad. Slijters, jarenlang. En wat werd er gezegd? Ja, nou ja, het kan ook wat anders zijn. En ja, wie is er schuldig? Ik zou het niet weten. Oftewel, vreet het maar op en betaal het zelf. Dat was ook opgelegd door de overheid. Fosfaat minder in het voer, nog zo'n goed idee. Nu geven alle koeien die af moeten kalven een bolus. Dus voedingssupplementen met fosfaat. Maar hé, op papier klopt het wel, hè? Op papier klopt het wel. Maar de dieren werden ziek. En nu weer eiwit zeker. Ik roep op tot burgerlijk ongehoorzaamheid vanaf 1 september. Als zij doorzetten, zetten wij ook door met procedures en we gaan het niet doen. Ja, Sita, mooie woorden en je hebt helemaal gelijk en we geven de strijd niet op, never niet.